Peter Hoordijk van Holland Fried Bridge probeert zijn contactpersoon in Libië te bereiken. Net als de afgelopen dagen geen resultaat. Het bedrijf laat 2 keer in de week goederen naar de havenstad Benghazi verschepen en 1 keer in de week naar de hoofdstad Tripoli. Maar voorlopig ligt de handel stil. Vorige week hebben we meerdere malen contact gehad dat het onrustig was, maar vandaag nog niks vernomen. Ja, hoe is het met de laatste lading die vertrokken is? Die hebben we even laten stoppen. We hebben een aantal containers die al ingepakt waren, die hebben we stopgezet. En de lading die in de loods nu in Rotterdam staat, die gaat voorlopig even niet weg. Mondjesmaat laat de beelden, die met veel kunst en vliegwerk veelal verstuurd met de mobiele telefoons, de situatie aan de buitenwereld zien. Dat het in Libië heel anders gaat dan in bijvoorbeeld Egypte tot nu toe, weet Holland Fried Bridge zeker. En ook dat het er langer gaat duren voordat de rust weer terug zal keren. Voor ons een gemis aan inkomsten. Ja. Op Egypte hebben we dat al tijdelijk gezien, dat herstelt zich nu weer. Tunesië was dat wat minder, was niet zo voelbaar. Maar ik verwacht bij Libië dat het nog wel even gaat duren. Dus ja. dat wat meer in. Het wordt hier vanuit hier ook van minuut tot minuut in de gaten gehouden. Wij volgen het nauwgezet, ja. Olieconcerns hebben vandaag laten weten bezig te zijn zoveel mogelijk personeel uit Libië weg te halen. Volgens de Arabische zender Al Jazeera zijn alleen al in de Libische hoofdstad Tripoli sinds gisteren 60 doden gevallen.